De aandacht voor de indirecte impact die die mijnsluiting op mijn leven heeft gehad. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal en ik hoop dat ik het goed verteld krijg. De mijnsluiting. dan denk ik aan pap, mijnwerker en beeldend kunstenaar, die van het licht hield, die zich als autodidact vol passie ontwikkelde. Hij had het bijvoorbeeld niet over Michelangelo, maar hij had het over Michelangelo. Zo'n type was van mijn vader. En dat dramatisch grote contrast met die diepe, donkere, zwarte aarde waar hij als houwer werkte en zijn dromen, dat was echt gigantisch. Maar ja, wacht even. Ik heb nog een veel langere aanloop nodig om tot het eigenlijke verhaal te komen. Namelijk jullie oproep op Facebook. Dus ik sprak me om twee redenen aan. Mijn vader. Die de mijnsluiting heeft meegemaakt en zijn leven daardoor helemaal anders heeft kunnen vormgeven. En mijn eigen verhaal op dat moment, toen ik de oproep las, ik was namelijk bezig met een schetsontwerp voor een mijnwerkersmonument in Heerlen. En uh, dat mijnwerkersmonument dat komt er. Is er iets niet goed? Nee, we gaan rustig door. Ja. Ik ben de, de Roodi vandaag. Ja. Heb ik altijd wel eens willen hebben, goed, ja. Ja. Maar goed, in ieder geval, um, waar was ik gebleven? Ik ben helemaal afgeleid. Ja. Uh, dat heb ik oh, die twee redenen. Ja, ik heb namelijk, um, de gemeente Herle had mij gevraagd een schetsontwerp te maken voor een mijnmonument. En er komt een mijnmonument in Herle, misschien is dat een, uh, mag ik dat nog helemaal niet verklappen. Maar dat mijnmonument heet Der Letste Kumpel. Dus ik was helemaal gefocust op Dorlet, de laatste koempel. Ik heb een schetsontwerp gemaakt, ik vind het zelf prachtig. Maar toen lag ik de oproep, ik denk van... Ik heb een verhaal over, het laatste, over de mijnsluiting, want ik ben de laatste koempel aan het maken. En ik heb een heel mooi verhaal van mijn vader. Mijn vader heeft een bronzen mijnwerker in... Uh, Brunson staan op het Emmaplein en ik ging een bronzen mijnmerken maken voor heel dat dacht ik in mijn grootheidswaanzin. Maar in ieder geval, ik dacht van, ik ga dat doen. Ja, deze keer ga ik toch echt uh, meedoen daar. Uh. Maar goed, ik werd het dus niet een concurrent, heeft die opdracht gekregen. Ik zeg een concurrent, maar ik moet eigenlijk zeggen een zeer gewaardeerd collega. En ik heb een heel zorgvuldig juryrapport gekregen. Die man heeft gewoon een beter ontwerp. Ik ben het je eens en ik gun het die man ook. Dus, uh, mijn... Heerlijk krijg je een mooi mijnwerkersmonument, maar niet dat van mij. <laughs> Toen dacht ik van ja, ik ga dat afzeggen, ik ga het niet doen, dat deel je verhaal, want uh, nou kan ik mijn verhaal eigenlijk niet kwijt. Maar dat vond ik zo ontzettend laf en onsportief van mezelf, want ik kon daardoor ook het verhaal van mijn vader niet kwijt. Ik denk, ik ga het gewoon toch doen. En dan vertel ik het maar een beetje anders. Maar goed, even kijken. Ja, ik kon het dus niet meer combineren, die, die twee dingen. Maar om het nou nog wat ingewikkelder te maken. Ik beschreef pas later dat. deel je verhaal van post en soep met een verhaal van werkplaats K, dat dat twee verschillende dingen zijn. Dus zo. Zo zorgvuldig heb ik die Facebook-soep toch niet op mij laten doordringen. En ik dacht, ik ga een, een diavoorstelling maken en een heleboel vertellen over mijn vader en de tentoonstelling van zijn werk. En... Maar ja, toen kreeg ik dus de voorwaarden waar het hier over moest gaan. Ik denk, shit. Dan kan ik nog niet mijn verhaal vertellen, want. Uh... Nou, ik dacht misschien op een later tijdstip. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik dacht van nou ja, ik ga dat toch afzeggen. Maar ja, die voorwaarden is gelezen, op internet gekeken, wat het inhoudt. Het deel van je verhaal, eindelijk ging ik me afvragen wat het eigenlijk was. En toen dacht ik van nou ja, dan moet ik me eens afvragen van wat heeft het voor mij betekend, dat verhaal van pap? Toen dacht ik, nou, dat is me nogal wat. Het is eigenlijk, ik moet het toch doen. Ik moet het vertellen, want het gaat over mij. En uh, ja, dus nu kom ik pas bij het eindelijke verhaal. Dit was de inleiding, dames en heren. Goed, mijn vader, dat was een ras echte Limburger. En vanzelfsprekend kwam hij ook in de mijnen uh, mijn terecht. Eerst heeft hij nog als. Bij een bakker gewerkt en bij een schilder gewerkt. Want hij wilde het niet. Hij wilde het niet. Hij wilde niet onder de grond. Hij vond het verschrikkelijk. Maar ja, hij is er uiteindelijk toch terechtgekomen. En in de vrije tijd tekende en schilderde hij. Dat was zijn grote droom. Hij was eigenlijk beeldend kunstenaar. En in de tijd van de oorlog konden de mensen blijkbaar weinig met hun geld. Of in ieder geval, hij heeft mooie kunst gemaakt. In zijn vrije tijd. En toen had hij best veel verkocht. En toen kreeg hij ook nog eens van de gemeente Heerle. een soort van subsidie. dat hij de reiskosten voor goed kreeg. Dat hij een jaar kon overleven. met het geld wat hij had. met zijn jonge gezin. En dat ene jaar. dat heeft hij aangegeven. Ik moet en zal mij ontwikkelen. een kunstenaar. Is naar de Kunstacademie gestapt. Heeft het uitgelegd. Ik heb één jaar. Ik wil alles leren. wat te leren valt in één jaar. Van. Mag ik hier op de kunstacademie komen? Is hij toen ook gekomen? Hij Is één jaar dus naar Maastricht gegaan gaan studeren. Hij zat, uh, is nog een leuke anekdote, in de klas met uh, Nick Tummers en uh, Vera, zijn vrouw, die waren toen nog niet getrouwd. En mijn vader die werd dan tussen hen tweeën ingezet. Uh, om te voorkomen dat die niet te, te veel flikvloeide tijdens de ja. laatste Het heeft Nick Tummersmills verteld, dus dat vond ik wel een leuke anekdote van dat jaar. Maar in ieder geval, het was dus van mijn vader geweldig. Het was echt een topjaar voor mij. Hij vond het fantastisch en heeft dat opgezogen als een spons, in de pauzes doorgewerkt en alle jaren als het ware een beetje doorlopen. En toen was het geld op. En moest die dus uiteindelijk weer terug de mijn in? En mijn moeder, die heeft wel eens vaker verteld. Uh, dat was een van de weinige momenten dat mijn vader uh, heel erg heeft moeten huilen. Want hij vond het verschrikkelijk. Maar ja, hij was vader, verantwoordelijk. en hij ging het toch doen. Maar hij wilde zich dat toch op de een of andere manier uitwerken. Op een gegeven moment was er een baan vrij in de mijne, namelijk leraar. Voor de... Dan moet ik even, even spieken. Dat was de, de jeugdleiders. Dan gaf hij creativiteitslessen aan. Of je het? Nee, even kijken. Ik zeg het niet goed. Hij maakte... Uh, nou, in ieder geval... De, zijn expertise als tekenaar en beeldhouwer en schilder waar men daar heel goed van pas, want hij heeft modellen gemaakt van gips. Een soort maquettes van... Uh, hoe het ondergronds ging. En dat was dan voor de leerlingen heel duidelijk. En eh, hij gaf ook heel erg goed les. En hij gaf dus ook aan de jeugdleiders creativiteitslessen. Nu weet ik het weer. Dus eh, in ieder geval, voor hem was het leven al een heel stuk verbeterd. Omdat hij niet meer onder de grond zat en les kon geven. En hij vond het ook fantastisch. Maar hij wilde eigenlijk veel meer met die kunst. Toen heeft hij zich met een paar kunstbroeders bij elkaar gepakt. ...en heeft in Heerlen de school voor vrije uren opgericht. Mijn vader was daar de eerste directeur van. En eh, dat had nog heel wat voet in de adem, ...want de, niet de oliemolen, maar de molen op Molenberg... ...de watermolen op uh, Molenberg... ...daar was dus de eerste school voor vrije uren... ...maar dat was een, een ja, wij zouden het nu een soort kraakpand noemen... ...en mijn vader heeft toen met zijn zonen, hij heeft elf kinderen gekregen... Hij heeft met zijn zonen daar dat allemaal zitten opknappen na de schiech en in het weekend. En hij heeft die droom waargemaakt dat hij de school voor vrije uren had opgericht. Hij heeft daar dus ook lesgegeven, tekenen, schilderen en ook boetseren. Hij heeft mannen aangenomen als Appie Drilsma, die later weer Koppig Limburg hebben voortgebracht. Ik bedoel, dat was er een hele leuke bijzin geweest in werkplaats K, maar goed. In ieder geval, al met al, um, heeft hij dus die school voor vrije uren opgericht. En toen kwam de mijnsluiting. En hij had dus eigenlijk twee banen. Maar die school voor vrije uren, daar kon hij een dertien koppig uh, gezin niet van onderhouden. Dus hij moest wat anders. En toen, in die tijd, kwam eigenlijk voor het eerst het vak handvaardigheid als vak op de scholen in zwang. En mijn vader was getipt dat er in de in Nieswieler op de LTS er zocht is een handvaardigheidsleer. Maar hij had geen bevoegdheid daarvoor, dus hij kwam er helemaal niet voor in aanmerking. Maar hij heeft die bevoegdheid aangevraagd. Hij heeft een brief naar de minister gestuurd, net zoals die brief naar de koningin. Van ik wil een bevoegdheid, want ik kan dat. Ik kan lesgeven op een LTS handvaardigheid. Die moeten blij zijn dat ze mee krijgen. Hij, was helemaal niet, uh, hij had helemaal geen gebrek aan zelfvertrouwen, mijn vader. Helemaal niet. Maar goed, dat heeft hem wel heel veel gebracht. Want uh, toen is er een examinator vanuit Den Haag gekomen. En die is komen kijken hoe hij lesgaf op de OVS en hoe hij lesgaf op de School voor Vrije Uren. En die zei: Nou, als iemand een goede handvaardigheidsleraar is, dan ben jij het wel. Zo, je, dus hij heeft die bevoegdheid gekregen. Is daarna tot zijn pensioen leraar handvaardigheid geweest. En na zijn vervroegd pensioen was hij uh, alleen nog maar mijnwerker. En dan zullen jullie zeggen: van, Je hebt je niet aan het concept gehouden. Want het gaat nog alleen maar over mijn vader. Maar dat verhaal van mijn vader, dat heeft alles met mij te maken. Want, even kijken. Uh, dat heb ik allemaal al gehad? Goed zo. Na de mijnsluiting werd pap dus leraar en kunstenaar op oorlogssterkte. Dat heeft een enorme impact gehad op mijn eigen leven. Ik ben van 1958 en ik was dus nog heel klein. Ik kan me er ook nog maar heel weinig van herinneren. van hoe dat precies allemaal gegaan is en zo. Maar ik weet wel nog dat bijvoorbeeld uh, dat mijn vader heel zuinig was met de klei. En als de klei droog, opgedroogd was. Bij ons, we hadden een grote keukentafel en met lege melkflessen brokkelde wij die klei weer tot uh, stuk, uh, zodat we er weer klei van konden maken. Zo. En het was echt een duurzame recycling, uh, terwijl die woorden toen nog helemaal niet bestonden. En dan kan ik me nog heel goed herinneren dat dat leuk was, zo met z'n allen die klei uh, kapot brokkelen. En mijn vader die maakte ook kunstwerken, ook nog. Uh, toen hij op de mijn zat, hij heeft bijvoorbeeld de heilige Barbara gemaakt, die in het uh, gedachteniskapelletje in Terwinsle staat. En ik heb dat beeld mogen opknappen voor dat kapelletje weer. Dus het zijn zo van zo'n leuke lijntjes. Dat was iets wat ik had overgeslagen, dat kwam even ertussen. Goed. Uh, maar op diezelfde keukentafel. Maakte mijn vader ook opdrachten voor kerken? Dan moest hij bijvoorbeeld een kruiswegstatie maken en dan maakte hij die reliefs van klei. En die lagen bij ons onder de tafel en onder de bank te drogen. En de, de keukentafel, daar werd op gewerkt. En al die kinderen alle maten, die zaten dan zo om die tafel. Maar mijn vader had ons het liefste om zich heen. En wij maakten complete circussen van klei. En uh, dat was zo. Heerlijk en we werden zo gestimuleerd om te tekenen en te schilderen. De, de, in diezelfde keuken, de tegeltjes, daar mochten wij op schilderen. En uh, er ontstond een soort concurrentiestrijdje, wie de mooiste tegeltjes kon schilderen. En die werden niet weggepoetst, nee, want de mooiste, die werden gevernist en die bleven tot het huis, werd afgebroken. En um, we hadden ook een piano en de piano-kreuk was eigenlijk nooit onbezet, want iedereen wilde altijd piano spelen. We hebben heel veel gezongen met z'n allen. Ik denk wel eens, um, ja, eigenlijk ben ik groot geworden in een soort vrije school à volle letter. Zo van. Um, en dat heeft mij zo ontzettend gevormd en dat heeft alles met mijn vader te maken. En... Um, en hij heeft ons ook heel erg de kans gegeven om zich wel op tijd te ontwikkelen. Zo van, hij heeft ons gestimuleerd van ga naar de kunstacademie, ga naar het conservatorium, ga naar de universiteit, eh, ontwikkel je. En ja, dat heeft dus alles ermee te maken omdat hij het niet kon, omdat hij zo opgesloten zat in die mijn, waar hij zich toch ook zelf gedeeltelijk uit heeft losgeworsteld. Um, oh, wat ook nog wel heel leuk is. Um, die school voor vrije uren die kreeg een dependance in Kerkraden. Daar heb ik zelf nog lesgegeven. Ik heb ook lesgegeven in Heerlen, op het toenmalige creativiteitscentrum. Maar mijn allereerste officiële kunstjuffrouw, dat was op de, vrije, eh, op de school voor vrije uren in Kerkraden. En dat was mijn oudste zus, want die was toen al afgestudeerd. Op de Kunstacademie. En dat was mijn eerste kunstjuffrouw. En die zus van mij, die werkt nog steeds in werkplaats K, in de Vrije Academie. En als die het nog twee jaar volhoudt, dan heeft ze een 50-jarig jubileum als uh, boetseerjuffrouw. Vind ik zo leuk, ik wil ik nog even daarbij zeggen. Mijn eerste juffrouw. Um, maar goed, nog ga ik maar even lezen, want dat is een beetje emotioneel. En dit Limburgse meertje, dat uiteindelijk ook nog in het ouderlijk huis woonde met paps oude atelier als werkplaats, werd acht jaar geleden verliefd op een twentenaar die ook nog in Niedersachsen woonde. Hij had ook nog eens kinderen in huis, dus kon niet weg en ik ben naar hem toe verhuisd. Aanvankelijk werkte het ook goed voor mij om die navelstreng van Limburg door te knippen. Een soort van retraite. Ik werd er weer een stukje wijzer en rijper. Maar ik weet nu ook zeker dat ik terug naar heen wil. Uh, even kijken. Als het ons lukt om ons huis te verkopen, het staat te koop, kom ik bij jullie in Limburg terug. Wil dan hier in de buurt gaan wonen en werken, samen met mijn man. Want zijn kinderen zijn ondertussen groot genoeg om op eigen benen te staan. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik hoop hier samen met mijn Henny oud te mogen worden. Mijn haar is ondertussen grijs en mijn gewrichten sputteren nu en dan alles tegen, dus het oud worden begint al een beetje te lukken. Ik heb veel aan pap te danken als voorbeeld kunstenaar en ook als voorbeeld leraar. Op zijn oude dag heb ik hem nog als hand langer geholpen, beelden te maken. en Ik heb minstens zoveel van hem geleerd als van de Kunstacademie. Het was een groot voorrecht zo'n jeugd te mogen hebben, zo'n ouders te hebben, want over mijn geweldige lieve moeder heb ik het nog ineens gehad.